Nog even en we zien dit soort stukjes groen een heel stuk minder. De gemeente gaat vanaf april zo'n 13 hectare aan plantsoen in grasveld veranderen. Het gaat om honderden kleine en grote plekken in de hele gemeente. Os wil hiermee zo'n 200.000 euro besparen op het onderhoud van openbaar groen. Op www.os.nl omvormen groen staat om welke plekken het precies gaat. Mensen die niet willen dat het plantsoen weggaat en in een grasveld verandert, kunnen dit ook aankaarten bij de gemeente. Bewoners kunnen dan samen of alleen het onderhoud gaan doen. Dit geldt ook voor andere delen van het openbaar groen. In Herpen is hier al een groep bewoners op initiatief van de dorpsraad mee gestart. Meer informatie over zelfbeheer van groen is te vinden op www.os.nl bewoners beheren buurt.